Mijn naam is Emezig. Ik ben een Rifijn. Noem mij geen Marokkaan. En noem mij ook niet Berber, want dat is een vernederende term. Wij komen uit het Rifgebied. Wij noemen onszelf de vrije mensen, de Emezigen. In de 7e eeuw werden wij geïslamiseerd door de Arabieren en sindsdien worden wij behandeld als een tweederangs volk. Wij krijgen minder werk, minder dokters en onze taal wordt nauwelijks onderwezen. Het Mezicht is een van de oudste talen ter wereld. De Romeinen hebben het ons horen spreken. Rog haderis rorof nirifien, mesheiris ui gara di woddar. Minifaken loga de leja. Draskawa. Michela? De erfut samio do ishrin, a sugosa mio sugosa sugomio. Jahan gel jumhuri en nug. Id darchem snin. Gentigwaru vek Spanja. Mesheroga ganig, jinsia tam grabst. De jarif is moon jaknun ga wamsen isitusid. Jaknun gaf kwits. Ujim is moon een warab en jaknun gars doet. Dilchemsinath, el Maghreb is tikkel. Shamarra uden ginesen el helal medania. Menia gint warben. Arben, sakaren, de hashen, gismonen. امش نو جدي مثلا ومي راح دي سجل اكاخس يضس دي صلاة وراجع وشاك جينا سيسم احد دوش جينا سيسم اضاشور وني ويت سرين مغا ومي خس درغن وخس نياري In de jaren 50 had je in Israël ook zoiets. Elke dag kwamen nieuwe immigranten aan. Die moesten zich dan melden bij Internal Affairs. En daar zat dan een beambte met een West-Europese achtergrond om te besluiten... klinken hun namen wel Israëlisch genoeg? Sonja uit Polen misschien wel. Samir uit Marokko misschien niet. Het gebeurde ook wel eens dat immigranten hun naam vertaalden naar het Hebreeuws. Svetlana werd dan Ora, Leev werd dan Arie. Ja, tot voor kort werden wij nog allemaal Fatima of Ali genoemd. Maar dat begint langzamerhand te veranderen. Ik heb mijn eigen dochter Dia genoemd, naar de Emezigse verzetstrijder uit de 7e eeuw. Voor de roots, zeg maar. Als ik op Facebook kijk, dan zie ik dat mijn vrienden nu ook hun kinderen Emezigse namen geven, zoals Tenezur. Tezari en Eruz. Shan Marraf, die nu moet dat vinden in het Maghreb. Het gaat kessen, Jouden, als een nusen is, het mezig die Tawarnsen. Jouden, als een drachen gaat Mohammed, niet het is een arsch. De Hollanden zijn merken dat ze nusen in Tawarnsen is, maar niet snig. Mesha. Maar er is geen kunst in het Maghreb. Ze zijn een moeskiel. Maar als ze een lista zijn, is het smoor. Maar ze is een smoor in kwirrel islam. Waar karen woon is en meem meer. Karen wil is smoor in neer, dit is hoe je tam grabst. Maar ze is niet deze is mijn een messerselet in Mexico en misschien ook Veronica, maar ga u dan die in Maghreb ja jibes. Men al hawiya ja. Liste ja niet mijn, het schiet katas in Europa. Dan zijn er baden lwali die naast een simmen missen abfren, maar het genes nisem thmezig naar meda. Men hij het aan net waha. Liste ja, ik ga zijn daar ribis.
We pas porinu had deze Said. Mesha marra iudhen s'nunayi idhisem thmezicht. Meni mea drachig iudhen kanayi emezicht. Mera racha wizzaar ni kharkahwa. Mera sachas shahajad del internet. Tarrich thmezicht. Reim dukrinu marra tragan wa yoyes dikken ismoud. Farina, anir, dikken ismoud. Roepnamen zijn in mijn cultuur heel gewoonlijk. Iemand die bijvoorbeeld bloemen verkoopt, wordt al gauw Wunwa genoemd, diegene van de bloemen. Er is een vrouw in het dorp van mijn oma, die noemen we Woetkenint. Dat is de vrouw met de slottenbel. Mij noemen ze wel eens Woeshenkoek, de meneer van de krullen. Die roepnamen worden ook hier in Nederland gebruikt onder het Emezigse volk, maar het Emezigt wordt niet echt goed door ze gesproken, amper nog. Maar het idee is wel refijns. Woe boom, dat is iemand die lang is. Woe spijker, dat is iemand die gierig is. Woe haas, dat is iemand die snel is. En woe strijder, dat is iemand die goed zijn best doet, of haar best doet. Het gaat trouwens niet over jihad of zo. Ik heet Tomer Pawlitski. Ik ben vernoemd naar een goede vriend van mijn ouders, Sławek, die als Poolse Jood naar Israël is gevlucht en zichzelf daar de naam Tomer heeft gegeven. Dat was in die tijd een populaire voornaam in Israël. Mijn opa komt ook uit Polen en had daar een Jiddische achternaam, Koffler. Maar van de communisten moest hij daar afstand van doen, want zij wilden destijds geen Joodse elementen in hun partij. Mijn opa vocht mee in de Tweede Wereldoorlog met de communisten tegen de nazi's. En in 1968 is hij samen met 30.000 andere Joden alsnog uit Polen weggepest. Mijn opa, mijn oma en mijn vader zijn toen naar Israël gevlucht. Ik ben daar later ook geboren. In Polen en in de hele wereld natuurlijk hebben Joden vaak hun naam moeten veranderen onder dwang of voor hun eigen veiligheid. Maar door de eeuwen heen hebben zij meestal voor alles een traditionele naam gekregen. Meestal in het Hebreeuws. Meisjes krijgen zo'n naam direct bij hun geboorte. Maar een pasgeboren jongetje heeft de eerste week van zijn leven geen naam. Op de 8e dag wordt hij besneden en pas dan krijgt hij een naam. Meestal iets uit het Oude Testament. Plus zoon van vader en zoon van vaders vader. Tot 3 generaties terug. Dus Jonathan, Ben Aaron, Ben David, Ben Aaron. Behalacha ketuv shematan shem leyeled yachol lashpi alufio. במשפחות מסורתיות ההורים לפעמים פונים אל רב שמתעסק במיסטיקה, בקבלה, כדי להתייעץ איתו אם השם מתאים לילדם. ההלכה מתעסקת ללא סוף עם הכוח של שמות. את השם של אלוהים אסור לבטח במפורש, אבל יכולים לקחת אות מהשם של אלוהים ולשבץ אותה בשם של הילד, וככה השם הזה נעלה, למשל, יכולים לבטח את השם יונתן כמו יונתן או כמו יהונתן. ההי הופכת אותו לבן אדם יותר נעלה. בשם העברי של הילד משתמשים בטקסי בר מצווה או בחופה, אבל לא בהכרח זה השם שנרשם במרשמת התושבים. בהולנד מספרים שבזמן שנפוליאון הכניס את הקוד סיביל, הכריחו את האנשים להירשם בתור אזרחיים, ומתוך התנגדות האנשים בחרו שמות מוזרים. נאקט גבורר, סלאפדל, אבל זה קצת מיתוס. רוב השמות האלה היו כבר קיימים בתור כינויים. רוב האנשים בחרו שם משעמם. דה פריס, דה יונג, פן דייק. ב-1811 היחידים שהיו צריכים לבחור שם חדש היו היהודים ההולנדים. בפעם הראשונה הם היו צריכים להשתמש במערכת השמות האזרחיים.
Bezmanen zei Hashem le goeds la keila we betoch a keila. באותו הזמן, 10% מאוכלוסיית אמסטרדם היו יהודים. בעיר הייתה תרבות מקבילה של אנשים עניים וחסרי השכלה שלפעמים לא שלטו בשפה ההולנדית אלא רק יידיש. הרבה מהשמות שנותנו להם היו שמות פשוטים שתיארו את העבודה של ראש המשפחה. Visschoonmaker, vleeshouwer, groenteman, ossendrijver. גם נרשמו שמות בפורטוגזית, קווירידו ופררה. מאחר ובזמן הזה היה אסור לדבר יידיש, ובגלל זה הרבה שמות משפחה ביידיש לא נרשמו באמסטרדם. כמובן שבמשך הזמן הוזו השמות האלו כשמות יהודיים טיפוסיים. במלחמת העולם השנייה, היהודים השתמשו בשמות הולנדיים טיפוסיים יותר. דה פריס, דה יונג, ואן דייק. De voornamen ook. Mijn buurvrouw hier in Amsterdam heeft als peuter ondergedoken gezeten en zij noemt zichzelf nog altijd Jantje. Ze wees mij trouwens op iets bijzonders laatst. Zij sprak een meisje dat van haar voornaam Levi heette. En daar schrok ze dus heel erg van. Zo van, nou ja, wat doe je zo'n kind aan als je niet Joods bent? Maar in de top 10 populairste jongensnamen van dit moment staan Noah, Levi en Sam. Dat zijn Joodse namen. Die zijn toch gewoon Engels? Ik heb sinds het begin van de jaren 70 lesgegeven in het basisonderwijs. En vlak voor ik met pensioen ging, ben ik 3 dagen per week in Almere juf geweest. En 2 dagen in Amsterdam op een posschool. En daar heten de kinderen veelal Noah en Levi. Nou, geen Joodse kinderen, nee. Ze kregen Joodse voornamen van hun welgestelde ouders omdat het in de mode was. En natuurlijk zijn er in de loop der tijd in Almere ook wel Levi's. Want naamtrends schuiven altijd op. Inmiddels zullen daar ook, dat heb ik al gezegd, dat daar inmiddels ook. Nou, in Nederland bestaan er meer dan 500.000 voornamen. Op die hele school in Almere toen zaten er niet 2 kinderen met dezelfde voornaam. Tja, er zaten missers bij. Een jongetje die Jahid heette. Een meisje dat Toetje heette. Toen ik in de 60er jaren in Suriname opgroeide, toen heette mijn vriendinnen Astrid en Karin en Yvonne. En dat waren premoderne namen die je hier in Nederland ook had. Daarna kwamen daar bij ons de Engelse namen bij. Dwight en Irwin uit Hollywoodfilms en uit de Afro-Amerikaanse globalization. Dat begon toen. En daarna kwam er een trend met namen die steeds ingewikkelder werden. Ik woonde toen al in Nederland en in de eerste keer dat ik de naam Marciano hoorde, toen dacht ik, interessant. Waar komt dat vandaan? Maar ineens had ik er 4. En allemaal net even anders. Marcianino, Marciano,
Marchaldo en O Marciano. Gewoon lettergrepen van namen van familieleden en lievelingsmensen met voor- en achtervoegsels en apostrofen. A. Jaili en B. Ronks. Knutselnamen noem ik dat. Knutselen is natuurlijk van alle tijden. En in de jaren 70 had je hier in Nederland een beetje dat truttige gedoe met Ine, Nicoline, Jantine. En Arabische ouders die kwamen al vanaf mensenheugenis met Ahmed en nog wat. Ahmed Aziz en Ahmed Abdul. Er zit een specifiek soort emancipatie in het verzinnen van namen die heel lang en meertalig zijn. Met Marciano zeg je eigenlijk, nu ik het zelf voor het kiezen heb, dan zou je het weten ook. Mijn kind is anders, dan ook echt anders. De ouders van deze kinderen, die zijn er altijd heel fel op dat je het goed uitspreekt. En je mag het nooit verkorten. Intussen zie je dat ook onder Hindoestaanse, Surinaamse ouders. Die gaven hun kind vroeger gewoon een Hindoestaanse naam voor thuis. En een Nederlandse naam voor buiten. Ik heb een vriendin en die heet Ratna. En hier in Nederland laat ze zich Vera noemen. En haar kleinkinderen heten Sudarsana en Viridiana. Een heleboel Hindoestaanse mensen kunnen dat niet eens uitspreken zonder moeite. Sudarsana. Seriously? Yeah. The Hindu nationalists in India are going to be delighted, no? To hear about this return to purity. Oh, maar ik vind het prachtige namen. Yeah. Maar ze zijn wel een beetje topzwaar. I work as a pronunciation researcher. Now, that's a really existing job, huh? In all the major media franchises of the world. Anywhere where they have to say the news out loud. And the company I work for produces the audio version of a weekly news magazine, which has a listenership of almost 1 million people worldwide. Yeah. And this audio version is produced once a week, yeah, on one single very long day. And the articles start coming in like around 7 in the morning, and we have 8 voiceover artists who read them out in shifts, yeah? And my job is to scan every single article for words that may be difficult to pronounce. Yeah, so there I am, hooked onto my computer, headphones on. I start with the ones that I know first, and most of them are names. You know, for example, they discovered a new kind of spider recently, yeah? And it had a name that was 14 syllables long. Really, I mean, I don't think it was ever meant to be spoken out loud, but I had to go through, you know, I had to go online and check every potential video clip for, like, somebody who actually says this entire name out loud. That's the job, yeah. Or another recent example, there was this middle name, I think it was a Swahili or Zulu name, yeah. It was very long, and I found, like, one video clip where somebody said the whole name out loud, very quickly. And the African consulate, the South African consulate, didn't even bother picking up the phone. Because, yeah, well, I do that sometimes. I call people up. It's simple, no? I mean, especially with American English names, you know, like
Feinstein or Feinstein. It's German language, but it has been anglicized, and it's up to the families to pronounce it the way they want. So if it's, you know, professors or business people or something, I just kind of look up the telephone number, their work number online, and then I call them. And because I know that, you know, they're not going to be in the office in American time when I'm calling, I just hope, like, they've left a greeting on their voicemail where they actually say their name. Like, hi, you've reached Ronald Feinstein. And then I just hang up. Yeah. I don't know, it's, what can I say? The general job requirement is basically to know as many languages as you can. Because the more you know, the less you have to guess. In theory. Because actually, for example, there's always, well, it's like this. So, okay, I underline in an article the name Muhammad. Now, I know a little bit of Arabic, so I know that it's pronounced Muhammad. Yeah? But the article is about DJ Mohammed, and he does not call himself Muhammad. So, it's not only about how it should be said, it's also about how the person themselves say it, or how a lot of other people say it. DJ Mohammed. Voila, DJ Mohammed. You know, what's really frustrating is when you have the CEO of some self-driving startup car with a name like Jeff Bezos or whatever. You know, they always have these really cool, ambiguous names that can be pronounced in 100 different ways. And then I have to trawl through hundreds of corporate videos, you know, looking for the name. And but the trend nowadays is a lot of inspiring music, a logo that punches in at the end, and nobody bloody speaks. And I'm like, no, what's your goddamn name? Yeah. I guess this is where my knowledge of languages comes in. I mean, like, I have English, Hindi, German, French, Italian, some Japanese, and then some Malayalam, which I've inherited from my grandparents from South India. And then I don't really speak Arabic, but I can recognize it from growing up in Dubai. I don't know. Somehow I have this ability to just recognize syllables in a foreign language. And I can watch a video with a lot of foreign speech, and I kind of recognize which words are names, do you know? It's interesting, though, that they pay me, that they hire me for an entire day just to make sure that they get the sounds right. I mean, if they anglicized everything, it would be simpler, but a lot of people would complain. We got that recently. A lot of people complained that we mispronounce all the Korean names. Oh yes, and the Dutch complained that we always mispronounce Geert Wilders. Sure, how difficult is it to pronounce? No? Yeah, I know, the most experienced voice artists, they also work for the BBC or Reuters or whatever. And a lot of the time, they've already spoken out the more difficult names, because it's always the same names now that reappear in the news cycles. Benjamin Netanyahu or Rodrigo Duterte. I don't know. It's, you know, it's like whoever gets to pronounce it first gets to decide. I'm trying to think of this this South African name, the middle name. Hang on a second. I texted somebody in South Africa about this. Who was it? Jacob Zuma. Of course, it was Jacob Zuma. Okay, so this is his middle name, yeah? G-E-D-L-E-Y-I-H-L-E-K-I-S-A. Gedlehilekisa. I also dread doing Russian names.
I mean, they're really difficult. First, I have to find them in Cyrillic, then I enter it into YouTube, then I watch Russian videos, hoping to, you know, pick out the right word, which is the name. Polish names, too. They're a horror. Kowalczyk, Przybyszewski. 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 Oh, ik ken dat probleem, meneer. Ik ben tolk, beëdigd tolk, Arabisch-Nederlands, voor bijna 11 dialecten. Soedanees, Palestijns, Jordaans, Irakees, Syrisch, Egyptisch, noem maar op. En de eerste les bij de tolkenopleiding was, namen moet je nooit vertalen. Die moet je laten zoals ze zijn. Het is net als bij een adres. Als ik een brief verstuur en ik vertaal de straatnaam, komt die brief niet aan. Bij verhoren van de politie en de IND worden altijd de personalia eerst doorgenomen. Dan moet iemand zijn gegevens opzeggen en die worden dan in het systeem ingevoerd zoals die worden gezegd. Nou, het is de taak van de tolk om die naam goed te spellen. Zoals, ja, zodat die persoon papieren in handen krijgt met de juiste naam. Maar doordat wij dat meestal via de telefoon doen, is het eigenlijk bijna niet te doen. 23 jaar geleden is de naam van mijn broer verkeerd geschreven. Nou, Fikaman Badal Mesakel, Fitarigat el Kitab. Yani, مثلا واحد اسمه محمد. ده ممكن تكتبه بأكثر من طريقة. محمد ممكن تكتبه ب ام واحدة بإمين في النهاية بأي دي أو في النهاية بأ دي. الناس دايما بيقولوا ما مشكلة أكتبي أي حاجة، لكن لو محمد نفسه عنده أولاد وعملوا لهم مقابلة مع مترجم تاني والمترجم كتب الاسم بطريقة تانية، ممكن تكون في مشاكل في لم الشمل. يمكن الناس ما بتصدق الكلام ده، لكن بتحصل كثير جدا للأسف. ليه؟ لأنه الاستماع ما بيكون كويس، أو بعض الموظفين بيكونوا مستعجلين فللأسف ما بيعملوا أي جهد. نايا 23 jaar geleden, zei ik net, is de naam van mijn broer verkeerd geschreven. الاسم هو حميدة، المترجمين عملوا منه هويدة. الاي ان دي رفضت انه تصلح الاسم. فكل مرة بينده فيها اسم اخوي بيكون محرج جدا. En soms ga ik op missie voor Frontex. Ik heb gewerkt op Sicilië en in Turkse en Griekse vluchtelingenkampen. En daar zijn meestal de mensen niet gedocumenteerd. Ze hebben geen papieren. Dus de gegevens kunnen niet worden overgenomen van een paspoort of een ID-kaart. En daar heb je hetzelfde probleem. En daar werken wij met collega's van verschillende Europese landen. Is er een verschil tussen de Engelse en Franse schrijfwijze? Dat staat al vanaf de koloniale tijd. Nou. In het Engels schrijf je Hicham. In het Frans Hicham.
Khalid en Khalid. Heba en Hiba. En sommige Arabische letters, die bestaan gewoon niet in het Nederlands of Engels. Zoals bijvoorbeeld de Ayn of de Qaf. En daar staat ook geen regels voor. Dus wat ik doe is, ik verzin gewoon iets wat het meeste op lijkt. Ik schrijf voor Omar, Omar. Saab dit een انك تكون المترجم عبارة عن آلة أو أداة صعب جدا انك تكون دائما محايد بالرغم انك بتسمع اشياء كثيرة غلط في بعض الاحيان ممكن اقول مثلا الاسم حلو جميلة يعني موي ده بيلطف جو المقابلة والناس بيحبوا الحاجة دي Hoe spellen jullie namen eigenlijk uit bij Frontex? A van Amsterdam, B van Baltimore. Ja, en in Nederland gebruiken wij mannennamen. Anton, Bernard, Cornelis. In Duitsland hebben ze, of gebruiken ze het spelalfabet uit de jaren 30. De nazi's hadden het spelalfabet gegermaniseerd. Dus, de D van David werd de D van Dora. En de S van Samuel, de S van Siegfried. In Nederland de S van Simon. In Germany, since 2015, a lot of children were given the name Angela. Or Merkel, even. Or Angela Merkel. I guess the parents were really so grateful to have been admitted into the country that they wanted to credit the chancellor with it. No? I've heard of Angela Merkel Avolovu, and Angela Merkel Al-Hamza, Angela Merkel Mohammed, Christ or Christ Merkel. Yeah. I actually, in the case of Angela Merkel Avolovu, I read somewhere that the employee in the registry office initially declined the name, saying to the parents that the chancellor didn't really appreciate this kind of name giving. In Limburg, there's a child named Willem-Alexander Kaimos. That kid is 1 year old, and so his parents thought it was a good idea to thank the nation by naming their son after the king. Je suis né au Congo en 1982, à l'époque de Mobutu. Et Mobutu, c'était l'indépendance économique, politique, culturelle, la fierté d'être Zaïrois. Fini l'usage du français, la langue des colonisateurs belges, plus de catholicisme, la religion du colonisateur, et plus de noms français ou catholiques. Ainsi, en 1967, il a introduit la politique de retour à l'authenticité et il a changé son nom, son propre nom Mobutu Sese Seko, en Mobutu, Sese, Seko, Nkunku, Mbendu, Wazaborga. Et dès lors, tout le monde était obligé de porter un nom authentiquement congolais. Et les prénoms francophones n'ont pas été traduits vers une des langues du Congo. Ils ont tout simplement disparu de tous les documents officiels. Et tout le monde était donc obligé de porter un post-nom congolais qui s'inscrivait juste après l'ancien nom de famille. Et donc, ce qui s'est passé après ça, c'est parce que cette structure du prénom suivi du nom de famille était une structure coloniale en soi. Les missionnaires avaient eu cette idée, nous allons baptiser ces gens, nous allons leur donner un prénom suivi d'un nom de famille, et celui-ci sera le nom du père, et les femmes porteront le nom de leur mari. Mais il faut comprendre que dans le contexte original de l'Afrique, les noms ne se transmettaient pas forcément de la sorte. Les parents ne pouvaient donner qu'un seul nom à leurs enfants, et parfois au sein d'une même fratrie, il n'y avait aucun nom en commun. Donc le concept de post-nom est un système de subversion contre l'État colonial ou la colonisation. Laila. Donc voilà, je suis née à l'époque de l'authenticité. Mon nom de famille est Vodikulwakidi et mon post-nom est Kiabelo.
Et mes parents voulaient vraiment me donner un prénom, même s'ils ne pouvaient pas l'enregistrer. Ils ont choisi Marie-France. Vous voyez, mon grand-père était très francophile, même s'il n'a jamais eu l'occasion de voyager en Europe. Et il a appelé son fils Maurice Vodiculu Akili. Et Maurice, mon père, véritable amoureux de la langue française, a mis un point d'honneur à nous transmettre les us et coutumes franco-belges, tout comme ma mère. Et voilà pourquoi ils m'ont appelée Marie-France. Et mon père a ajouté un W à notre nom de famille pour qu'il soit plus facile à dire en français, Vodiculu Akili. Et donc, mon père a eu l'opportunité de travailler pour une société d'extraction minière en Belgique et toute la famille s'est installée là-bas. Et donc, j'ai donc grandi en Belgique sans prénom, mais oui. Et le nom qui figurait sur ma carte d'identité était Vodiculu Akili Cabello. Donc, entre autres... la société belge n'était pas vraiment préparée à ça. Et donc, comme je disais, pas de prénom. On est ici, comme ça. Et donc, beaucoup de Congolais nés comme moi, avant ça, pour cette histoire de prénom, on doit donner son nom dans plein d'endroits. Donc, à l'école, au travail, lorsqu'on achète quelque chose en ligne. Hein. Et donc, par exemple, sur mon passeport, il y a, à la case prénom, il y a rien, juste rien. Sur ma carte de banque, il y a un X et ailleurs, FNU, First Name Unavailable ou First Name Unknown. Hein. Oui, beaucoup de... Enfin, à l'aéroport, hein, pour l'histoire du passeport, à l'aéroport, on me questionne souvent, on m'arrête, on me fouille. Est-ce parce que j'adore voyager en training pour les vols longue distance ou est-ce parce que je suis une fille de couleur qui voyage seule et change régulièrement de coiffure ou est-ce en raison de l'absence de prénom? Oui, beaucoup de Congolais nés comme moi avant 1997 ont le même problème. Une amie me dira d'ailleurs qu'elle n'ajouterait pas de prénom à son nom, même si c'était possible. Je suis née avec ce prénom, pourquoi devrais-je y adjoindre un prénom? Oui, c'est une sorte de résistance coloniale en soi. Laïla. Et garder ce prénom est une manière de raconter l'histoire de la colonisation un petit peu à la manière de notre homonyme X, Malcolm X. Pour lui, le X signifiait le nom de ses ancêtres perdus et réduits en esclavage, transportés vers l'Amérique. Le X marquait le lieu d'où il venait, il indiquait une absence. Entre-temps, hein, au Congo, sur les passeports, on retrouve nom de famille, post-nom et à nouveau prénom. Mobutu, Mobutu est parti depuis 1997 et les Congolais ont à nouveau des prénoms francophones. Mais les parents de la plus jeune génération donnent de plus en plus à leurs enfants des prénoms à consonance congolaise comme Elixa ou Singa. Gunzinga. Et l'authenticité est de retour, mais d'une autre manière. Il y a comme une renaissance identitaire. Les Africains d'aujourd'hui sont fiers de leur pays, fiers de leur culture et fiers des richesses du continent africain. À la fin du 19e siècle, les enfants juifs ici, recevant des noms français, un signe d'émancipation, surtout dans les familles socialistes et surtout, surtout chez les filles. Mon ami d'Amsterdam, de ses grand-mères s'appelait Jeannette et l'autre s'appelait Henriette. It's also something, it's the way of the patriarchy, you know, that a male name and a female name, they don't have the same status.
मेरी माँ मेरे पिता को कभी भी उनके पहले नाम से नहीं बुलाती है पता है मेरी माँ मेरे पिता को कैसे बुलाती है आकाश के पापा आकाश इज फादर वो उन्हें कभी भी अपने पहले नाम से नहीं बुलाते हैं क्योंकि उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है और मेरे पिता वो तो हर समय अपनी उसकी बीवी को उनके नाम से बुलाते हैं और फिर ये भी है कि कई संस्कृतियों में घर के बड़े बच्चे के नाम से अपने माता पिता को संबोधित किया जाता है आपको आकाश के पापा या आकाश की माँ बुलाया जाएगा और बेशक घर के बड़े बच्चे के नाम से माता पिता को संबोधित करने से माता पिता का तो सम्मान होता ही है लेकिन इससे आपका व्यक्तित्वहीन हो जाता है और फिर अफसोस की बात यह है कि भारत में महिलाओं का परिवार में कोई खास स्थान नहीं है विवाह के प्रमाण पत्रों में कभी कभी महिला का पहला नाम लिखा हो जा सकता है लेकिन उसके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्रों में केवल पिता का कुल नाम लिखा जाता है वो भी स्थानों में जहां महिलाओं की अधिकारों को सम्मान दिया जाता है लोगों को महिलाओं के कुल नाम की पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं है इससे मूल तरीके से आपका परिवार का आधा वंश वृक्ष जो है अवरुद्ध हो जाता है आप रोजाना के कार्यों में व्यस्त होते हैं आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं लेकिन आप अपनी माँ अपनी दादी का पूरा नाम भूल जाते हैं वाह हाउ कैन यू बी सो डिस्कनेक्टेड आई विल नेवर चेंज माय नेम व्हेन आई मैरी ऑल माय लाइफ आई वर्क वेरी हार्ड फॉर एवरीबॉडी टू से दिस वडिकुलवा किदी It's just vowels and consonants. It's easy. Vodi, then culoa, then kili. Yeah? Mm-hmm. At school, I made all my friends say this name, and I'm still very assertive about it. Even to my doctor, I would say, nope, you're not saying it properly. Try again. To be able to pronounce my name is a sign of respect. I'm not just gonna drop my name for Van der Velde, for Van der Rijden, Verhagen, Verstraten, Van Damme. In Sudan heeft iedereen een lijst met namen. Ik was Hala, Ahmed, Humida, Al-Amin, Ahmed. Nou, bij het boeken van een vliegticket was het echt een drama. Nou, wij gingen in Nederland... naturaliseren. En toen moest ik een naam gaan bedenken voor mezelf. Ik heb toen voor Hala Humida gekozen. Want dat klinkt mooi. And it's easy to pronounce. Hala Humida, right? Well, I'm sorry for people whose names are being mispronounced by everybody except their parents, but you know, when I pronounce something wrong, I don't mean to be offensive. I also have a different accent when I speak a different language, and that's just fine. When naming your child, you have to think about it really carefully, because the whole society will determine who that person becomes, and a name also plays part in that. I've been checking my friends, and they all try to stay neutral, to pick a name that you can easily blend in with. So they used to go more for the classical names, like Linda, Mark, Suzanne, But now they get more to Puk or Pip. Geen taal aan vast te knopen, totally languageless. But the letter combination works in English. My Turkish friends even skip names with diacritics in. So bye-bye Özgür. And they write Erkan instead of Ercan because people pronounce it like that anyhow. Of course, it's sad that after 6 decades of Turkish migration, the Dutch still don't know how to pronounce certain letters. But you have to be realistic. And there are such lovely Moroccan names like Yasmin,
Nadia, Jada, Nora, Lara. And they make integration so much easier. No, I love Amira. It's almost a Latina name, right? It's so pretty. But who will get the best mark for the same school paper? Lara or Amira? These days, somehow, many people associate all Arabic words with Islam, a religion they don't perceive in a very positive way at the moment. So I would say always opt for the more neutral version. Mijn vader is een van de gedupeerden van de toeslagenschandaal. We kunnen nu wel met zekerheid stellen dat hij door het algoritme van de Belastingdienst als fraudeur is aangemerkt door de naam Pawlitski. Gisteren las ik nog zo'n artikel en dan stonden er andere gedupeerden erin vermeld. En die heette dan... Hier, kijk. Jacqueline Massop. Nazmiye Yigit Karaduman. Michel Broens. Duygu Akçay, Linda Renkli, Esma Boekdaichi, Lothar Richelieu, Ganelva Hendrissen. Ik heb wel eens overwogen om gewoon voor history's sake mijn naam terug te veranderen naar Koffler. Maar goed, dan kom je nog steeds niet om dat algoritme heen. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik iets moet doen met de naam Pawlitski. Misschien moet ik dat veranderen naar Paul. Maar dat klinkt dan weer te veel als Paul. Paul. Toch maar Paul. Waarom probeer je het niet online uit? Tom Paul misschien? Klinkt heel internationaal. You know, last year I changed my Facebook name a few times. Huh? And then Facebook said stop, passport. Show us proof of your name. Well, they just want to check if you're a real person. I mean, you can only change your name every couple of months, and it has to be a real name that exists in real life. Yeah, but like Facebook doesn't accept my real name. Facebook doesn't recognize Akash as a real name. Okay, well, I'm sorry to hear that. But, you know, they just want to avoid scams and anonymous trolling, so. Yeah, right. So basically, I'm being denied access for my own safety. Well, doxing is a serious problem. If you have an anonymous username or an obscure gamertag, people can threaten to place your real name online. By the way, my name is Josje with two J's, but on Facebook I write Josje with a Y and SH. I have friends all over the world, and it's okay to adapt your name to a more neutral pronunciation, I think. Ja, ik zit ook met die voorletter J. Ik heet Jip. En in het Engels zeggen mensen dan Jip. Ja. Ik heb niet zoveel contact meer met mijn eigen ouders, maar ik heb wel goede vrienden die een beetje als ouders voelen. En ik heb hen gevraagd om een tweede naam voor me te bedenken met een Engelse klank. Daar zijn ze nog over aan het nadenken. Jip is mijn zelfgekozen naam. Sinds ik me identificeer als non-binair, gebruik ik als aanspreekvorm die dienst en ook een andere naam. Ik wilde niet zo'n suffe, zogenaamde unisex naam, zoals Jamie of Noah. Dus toen kwam ik uit bij Jip. Dat heeft iets vrolijks, iets springerigs, dat goed past bij wie ik ben of bij hoe ik mezelf zie. Als je je naam verandert, krijg je direct een heleboel vragen waar je niet echt op zit te wachten. Mensen willen de hele tijd weten of ik nu in transitie ga naar man. Want de associatie met Jip lijkt iets meer richting het mannelijke dan het vrouwelijke te gaan. Eerst heb ik met mijn partner de naam Jip uitgeprobeerd. En later met een groepje vrienden. En ik heb ook een paar keer online een pakketje besteld met die naam. En toen was ik er wel klaar voor. En heb ik alles in één dag aangepast. Mijn verjaardag. Want ik dacht... Wie me echt een cadeau wil geven, spreekt me vanaf vandaag aan met Jip. En dat heb ik zo op social media geplaatst. Ik weet nog
de eerste keer dat iemand me met Jip aansprak. En dat ik echt dacht, yes. En elke keer als iemand dat niet deed, dat ik heel teleurgesteld was. Kijk, ik ga niemand cancelen of zo, maar het is wel een soort filter geworden in mijn sociale leven. Jip of geen Jip. Het is nog wel een enorme stap om mijn naam officieel te veranderen. Je kunt je voornaam en je geslachtsaanduiding in de basisregistratie personen gratis wijzigen als je een verklaring hebt van een deskundige. Je hoeft godzijdank sinds een paar jaar geen geslachtsaanpassende behandeling meer te ondergaan. Maar de keuze is nog wel beperkt tot man of vrouw. Als je als non-binair persoon je naam wil aanpassen, betaal je de volle MEP. En als je een X in je paspoort wil in plaats van een M of V, moet je naar de rechter. En automatisch worden ook je ouders op de hoogte gesteld, dus dat vind ik nog wel even een ding. Plus je kan dan een aantal landen echt niet meer in, hè? Niet dat ik dan überhaupt heel veel zin heb om daarheen te gaan. En ik vraag me ook steeds meer af, wie is nou eigenlijk de baas over mijn naam? Stel dat ik naar de rechter ga om mijn BRP te veranderen. Legitimeer ik dan niet juist het systeem dat mij nog steeds in een mannen- of vrouwenhokje wil stoppen? De dove gemeenschap is wat dat betreft een voorbeeld voor mij. Ik werk met auditief beperkte kinderen en daar gebruik ik Nederlands met gebaren. Dat is anders dan Nederlands gebarentaal, want ik ondersteun mijn spreektaal met gebaren. Ik heb van een collega een paar jaar geleden een naamgebaar gekregen. Er is niet één naamgebaar voor bijvoorbeeld iedere Josje. Het is voor iedereen bedacht speciaal door iemand uit de eigen omgeving. Het is een ongeschreven regel in de dove wereld dat je je naamgebaar nooit zelf bedenkt en dat je er niet om vraagt. Ik voelde me vereerd, want ik kreeg een naamgebaar dat echt bij me paste. Je gebaar kan een vertaling zijn, als je bijvoorbeeld Roos heet of Felix, want dat betekent gelukkig. Het kan verwijzen naar een eigenschap, strijder, een tik of iets in je uiterlijk, zoals een kuiltje in je wangen of krullen. Toen ik mijn naam veranderde naar Jip, is ook mijn naamgebaar aangepast. Ik ben nu Jip. Eerst de J in vingerspelling en dan de kuif. Bekende mensen hebben vaak ook een naamgebaar zonder dat ze er zelf van weten. Het gebaar voor Rutte is afgeleid van dat van Roest. Dat komt omdat het mondbeeld van Roest lijkt op dat van Rutte. En veel andere mensen hebben daar inmiddels nog verdere ideeën bij. Een beetje roest, een beetje viezig. En dat heen en weer bewegen, nou ja, dat kan iets met die vaagheid van die man te maken hebben. Maar goed, gebarentaal is een minderheidstaal die in Nederland tot in de jaren 80 is onderdrukt. Kinderen moesten leren liplezen en spreken en gebaren was verboden op school. Pas een half jaar geleden is Nederlands gebarentaal erkend als moedertaal. En toch staat het formaliseren van naamgebaren niet op de wensenlijst van de dovengemeenschap. Zonde. Nou, een naamgebaar is een toevoeging. Iets van de eigen cultuur. Je kunt ze sowieso niet vertalen, zo van diegene die dwangmatig met zijn hand onder zijn neus wrijft. Dus ja, er hoeft ook geen register van te bestaan. When I was a student, I worked in a restaurant and they made us wear a name tag. And there's something very humiliating about wearing a name tag. So I told them, give me a tag with the name Elf or whatever, something anonymous. And then my boss told me, no. When there's a fire, people need to be able to trace you. So it's for your own safety. Huh? Alsof zo'n plastic ding niet gelijk wegsmelt. Yeah. For any administration, the only thing that really matters is that you can be traced. So for that, we might as well use a number instead of a name. I know there's a taboo about that. But then we could use a different name in a different place and there will be less discrimination. Oh. Well, I won't mind it myself. I already have my burger service number. 9 random numbers defined by an algorithm. The last 2 numbers of my BSN number are 47, which is the year of birth of both of my parents. So
I have to admit, I sometimes wonder, do these numbers hold information that we don't know about? I should not be so paranoid, right? No. U kent de geschiedenis van de transatlantische slavenhandel. Pardon? Oh, sorry. Ik heb nog de juf in mijn lijf zitten en die wil het nu hebben over nummers. Toen in de 16e eeuw in West-Afrika Afrikanen tot slaaf werden gemaakt, hadden ze hun eigen taal, hun eigen namen. Maar daar werd nooit om gevraagd. Dus de handelaren zagen ze toch als producten. Dus gaven ze ze nummers. Staat nog steeds in de boekhouding, hoor. En een latere koper ging dan op den duur op een gegeven moment ze benoemen. En vooral de mannen kregen hun meest absurde namen die soms heel vernederend waren. De dagen van de week, gebruiksvoorwerpen, Nederlandse plaatsnamen. En elke baby die op een plantage werd geboren, werd op dezelfde manier benoemd. Met één woord. Naini, Nayari, 1863, Srafting Keba, formeel. Moroliki, 35, Dusun Libisma, Contron Borgo Fu Akondri. Ala den Borgo Miji Musuchisi, Wang Bakaning. Ete wan lesi disi tron wan pratining. Maar disi ben di wan bigi pratining. Bikasi na den basi fu den plantage. Ben mus praxeri fu di aning. Desma di chisi abroko fu du disi. Ben chisaning waka membre fu a Nederlandse verificatiecommissie. Na iemand tu munzo, du sun libisma chisi aning in den praxeri. Ano ben do so dati de be chisi neng di ben dekba. No. Alla de nyunyeng bemusu de trafasi. Suma di de fu wan famiri e ci si asrefini. Dat na wa. Atrasa di na dem bakra amtenar bemus kan lezi en kan skrifi. De neng, sondro muiti. Eva bende diste. En uno vemos du disi bigi vroco. Kweti. Sonder computer. No. Something debe bonro nanga de neng. Debe du yara. Kom je maar exemper. Den basi beji den neem voor den plantage. Nenglik desse contron esset. Nenglik fortuin contron tuin fort.
Wanneerlijk Wilkens, Controng Kensmil, Odi Densmil, Odi Kensi. Dat is zo'n ding. DB fritti naar de woordcombinatie. Lekker kogeldans en wijntuin. Woelwoord. Na zo'n plantage. DB libisma neemt voor mitti naar pransoen. Ah, nou mooi. Dat dit idee. De die een grand ding. De schrijving. Maar hoe sabi? Dat voer maar de. Die no one change de ding. Unusma. Hoe moest denken aan een diepe praxerie? Soort tongo uan uni. Uan in bakrakondre tongo, Nederlands. Uan in Ghanees. O uan in na inis ranang tongo. Hoe zou ik mezelf? Maastrijder. Certainement pas, madame X. Woeraker, die van het geheugen. Mimbreuma. Wat is uw naam eigenlijk? Meisje. Mijn naam is taal. Meaning. Na aning, die den bijis ma jimmi. Fuchari.